Welkom bij de uitleg van basisstof 4 en die gaat over sociaal gedrag. We gaan twee zaken bekijken. We gaan kijken wat sociaal gedrag is en welke vormen van sociaal gedrag er zijn. Als we het hebben over sociaal gedrag, dan hebben we het over gedrag van soortgenoten ten opzichte van elkaar. Dat betekent dat een dier van dezelfde soort met behulp van allerlei signalen invloed heeft op het gedrag van een andere soortgenoot. De ene soortgenoot geeft prikkels af, dat kan zijn in de vorm van geluid, dat kan zijn in de vorm van gebaren, geuren, bepaalde houdingen die zo'n dier aanneemt. En die vormen vervolgens prikkels dus weer voor de andere soortgenoot. Sociaal gedrag kan dus alleen maar plaatsvinden tussen twee dieren van dezelfde soort of tussen meerdere dieren van dezelfde soort. Wat je ziet in de natuur is dat dieren vaak in groepen leven en dat er binnen die groepen een bepaalde vorm van taakverdeling is. En wat je ziet, doordat die taakverdeling binnen een groep is, heb je dus ook een grotere overlevingskans als groep. En om dat natuurlijk voor elkaar te krijgen dat je als groep samen kan leven, moet jij dus ook in staat zijn om sociaal gedrag te vertonen. Je moet dus op een bepaalde manier kunnen communiceren met je soortgenoten. Hoe simpel het dan ook kan zijn. Kijk, zoals wij dat mensen dat kunnen met praten, dat lukt natuurlijk dieren niet, maar er zijn genoeg andere manieren waarop dieren ook met elkaar kunnen communiceren in feite. Er zijn heel veel vormen van sociaal gedrag en de eerste die we gaan bekijken is territoriumgedrag. En bij territoriumgedrag moet je denken aan dieren die hun gebied verdedigen. Ze hebben een bepaald gebied en dat bakenen ze af. En dat kan bijvoorbeeld met behulp van urine zijn of andere geurstoffen. En dat zorgt ervoor dat zij een gebied voor zichzelf hebben. En in dat gebied hebben zij dan hun voedsel, ze hebben ruimte voor nakomelingen. En wat je ziet op het moment dat een ander dier van dezelfde soort dat territorium binnenkomt, zal zo'n indringer verjaagd worden. Het kan ook zijn dat op het moment dat er een indringer komt die als het ware sterker is dan degene die het territorium heeft uitgebakend, dat dus de indringer het gebied overneemt. Maar je zult dus zien dat op het moment dat een dier dus een territorium gemaakt heeft waarbinnen die leeft, dat er een conflict situatie ontstaat op het moment dat er een indringer binnenkomt. Dat is dus een vorm van sociaal gedrag, want het binnendringen van zo'n indringer triggert bepaald gedrag bij degene die het territorium bewaakt. Op de grens van dat territorium zul je zien dat zo'n dier dreigend gedrag gaat vertonen. Dat kan op allerlei manieren zijn. Een dier kan zich groter proberen te maken, geluiden maken, om ervoor te zorgen dat dus degene, de indringer die er dat gebied binnen probeert te komen, verjaagd wordt. Je zult dus zien dat zo'n dier in eerste instantie probeert om niet te vechten en de indringer weg te jagen. Lukt dat niet, zul je zien dat zo'n dier dan uiteindelijk toch naar echt aanvallen gaat. Of dat er echt een fysiek conflict ontstaat. In eerste instantie zal zo'n dier dus door middel van imponeergedrag zichzelf groot en indrukwekkend maken om zo de ander te verjagen. En lukt dat niet, dan pas komt er daadwerkelijk een fysiek gevecht. Een andere vorm van sociaal gedrag is paringsgedrag. En paringsgedrag bestaat uit twee fasen, namelijk uit het baltsgedrag en uit de paring die daarop volgt. Het baltsgedrag is bedoeld om de partner aan te trekken en de motivatie om te paren te vergroten. Vaak zie je dat de mannetjes als het ware een soort indruk moeten maken op de vrouwtjes. En vervolgens, als die indruk goed is, dan pas zal een vrouwtje toestaan dat het mannetje met haar mag paren. Nou, dat is echt het baltsgedrag. En bij de paring, nou, dat kun je wel voorstellen, dan gaat dus echt het stukje van het voortplanten beginnen. Er zijn, nou, je ziet op de onderkant, je ziet een heleboel verschillende soorten van baltsgedrag. Zo'n pauw is een bekende, die gooit zijn veren helemaal uit om te laten zien hoe groot zijn veren wel niet zijn. Want wat een mannetje namelijk laat zien op het moment dat je dus laat zien hoe mooi en groot je bent, dan ben jij dus blijkbaar ook in staat om goed eten te vinden, om je partner goed te verdedigen, om je kinderen goed te beschermen. Dus het heeft wel degelijk nut, dat baltsgedrag, want zo'n mannetje laat eigenlijk zien hoe een fantastische partner die is voor het vrouwtje en dat de nakomelingen van zo'n setje dan dus ook een goede kans hebben om te overleven. Broedzorg is een andere. Op het moment dat jij als dier kinderen gekregen hebt, dan moet je ze natuurlijk nog wel gaan verzorgen. En het verzorgen van de eieren of de jongen, dat noem je broedzorg. En dat kan soms alleen gedaan worden door het vrouwtje. In sommige soorten is het alleen het mannetje. Vaak is de combinatie van tweeën. Is er dus voor bedoeld om de nakomelingen goed te laten opgroeien. Wat je ziet in groepen dieren die samenleven,
is dat er vaak een bepaalde rangorde is. Er is dus een dominant dier en daaronder staan dieren en daaronder staan weer dieren. Er is dus een bepaalde rangschikking in hoe belangrijk een dier in de groep is. Wat zie je dan gebeuren? Die rangorde die zorgt ervoor dat er minder conflicten ontstaan binnen een groep en dat dus een groep dieren beter samen kan functioneren. Het is heel gunstig voor dieren om in een groep te leven. Ook als je onderaan in de rangorde staat, omdat je in een groep wel een grotere overlevingskans hebt. Maar als jij hoger in die rangorde staat, dan betekent dat ook dat jij vaak meer voedsel hebt, dat je betere bescherming hebt, dat je ook meer kans hebt om jezelf voor te planten. En een voorbeeld van die rangorde zijn bijvoorbeeld kippen. Je ziet bij kippen een pikorde. En wat wil dat nu zeggen? Hoe hoger een kip in de rangorde staat, hoe minder die gepikt wordt door andere kippen en hoe meer pikken die uitdeelt bij de kippen om haar heen. Dat betekent dus ook dat een kip hoog in de rangorde ook absoluut meer eten zal krijgen dan iemand in een lage rangorde. Dan is hier nog de samenvatting en dan is dit het einde van de uitleg van Basisstof 4.